Welkom bij de stelling. Drie stellingen, mijn mening. Als je natuurlijk een eigen mening hebt, kan je het gewoon achterlaten bij de comments. Ja, ja, hier is Vissie weer met natuurlijk de stelling. En ik ben hier samen met de enige echte Tjoep Totaal. Hallo allemaal, leuk dat ik erbij mag zijn, Vis. Ja, ja, leuk. Tof. Ja, want ik kijk je video's al eens. Want ja, voor de mensen die trouwens niet weten wie Jeffrey is. Hoe spreek je het uit trouwens, je naam? Je spreekt het uit als Joffrey. Dus het is, het is net als Jeffrey, maar dan met de O. Ook een beetje als dat character uit Game of Thrones die iedereen dood wil hebben. Dus dat is. ik kijk Game of Thrones niet. Is het echt? Oh, dan mis je echt wat. Ja, maar... echt waar? Ja, iedereen zegt het. Ik moet eens een keertje gaan kijken. Maar ja, YouTube ja, leven. Zeker. YouTube leven is druk, hè, tegenwoordig. Ja, absoluut. Dus, hey, maar trouwens, hoe kom jij dan op die naam? Want meestal zou je zeggen Jeffrey, toch? Nou ja, sowieso kom ik er zelf niet op. Dat hebben mijn ouders gedaan. Maar... Hey, dat had ik niet verwacht. Nee, inderdaad. Maar dat komt een beetje uit Indonesië. Ik heb ook familie in Indonesië en daar is het gewoon wat gebruikelijke naam. Dus zodoende is dat ook mijn naam geworden. Oké, cool. Eigenlijk even wat anders, hè? Ja, Standaard Jeffrey. Ja, precies. Tjoep Totaal, vertel eens wat over je kanaal. Dat is wel leuk voor de kijkers natuurlijk. Misschien kunnen ze ook even abonneren. Het linkje in de beschrijving. Dat lijkt me leuk. Ja, dat zou ik leuk vinden. Ja, want op mijn kanaal maak ik video's met YouTube tips. Dus ik probeer vooral beginnende YouTubers echt verder te helpen om meer kijkers en meer abonnees te vinden. Want ik zie gewoon dat veel YouTubers het vooral aan het begin van de carrière lastig vinden om te weten wat voor video's nou succesvol kunnen worden en hoe ze nou echt kijkers moeten krijgen. En dat probeer ik dus in mijn video's duidelijk te maken. Ja, en inmiddels heb ik daar al bijna 35.000 abonnees voor. Dus er is echt heel veel interesse voor. Dus dat vind ik echt tof om te zien. Ja, dat lijkt me wel. Ja, iedereen tegenwoordig is wel een beetje YouTuber, hè? Eigenlijk wel, ja. En dat is ook gewoon zo mooi, want je ziet gewoon echt heel veel mensen die dan hun creativiteit laten zien en hun talenten en die daar echt wat mee doen. YouTube biedt daar een platform voor en dat is gewoon echt tof om te zien. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen inderdaad. Hey, ik hoorde trouwens ook dat jij iets van een eigen MCN zou beginnen of zoiets. Nou ja, dat is natuurlijk momenteel ook een beetje een hot item. Ja. Ik had namelijk een subnetwerk. Ja. En een subnetwerk, dat zit onder een MCN, als het ware. Ja. En sowieso met dat subnetwerk probeerde ik dus ook kanalen persoonlijk te helpen die echt talent hadden om verder te komen. Het is alleen zo dat YouTube vorige week de regels rondom subnetwerken veranderd heeft. En bepaald heeft dat alle subnetwerken moeten sluiten. Oké. Dus dat is een beetje vervelend. Ja. Dus ik ben nu eigenlijk al de hele week bezig om te kijken hoe wij daarmee door kunnen gaan. En hoe we dat dus op een andere manier kunnen doen. Gaat vast wel goed komen, maar op dit moment is het dus een heel onduidelijke situatie. Dus ja. Oké, nou in ieder geval voor de kijkers dan volg hem in ieder geval eventjes Jeffrey. Ja, Joffrey. Ja. En dan, voor misschien als je beginnend YouTuber bent, dan is je altijd handig. Ja, toch? Altijd welkom. Oké, nou dan gaan wij over naar de stellingen. Stelling 1. Oké, stelling 1 is van Renan Haanstra. Hij zegt van, stelling, boetes zijn aftroggerij. Ja, het is niet echt een Deels. Aftroggerij, ja. Het is een beetje aftroggelen. Aftroggelen. Ja. In ieder geval, boetes zijn te hoog, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Tenminste, ze zorgen ervoor eigenlijk misschien dat je een beetje eruit kan lezen van ja, boetes zijn eigenlijk een beetje om het begrotingstekort op te vullen. Zullen we het zomaar zeggen? Ja, dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd. Ja. Sowieso, waar zijn boetes voor? Dat is de eerste vraag. Ja, in principe zijn ze natuurlijk om de mensen wat te leren. Ja, die iets fout doen. Maar ja, ik heb wel het idee inderdaad dat er af en toe wel een beetje dat ik denk van nou... Mm-hmm. Leer je daar nou echt van? Weet je, je krijgt een boete voor, ik zeg maar wat, 5 kilometer hard. En het is volgens mij is tegenwoordig 11 euro per kilometer. Want kijk, zo ongeveer, denk ik. Wegmisbruikers kijk ik, dus dan leer je al die boetes, zeg maar. Uh-huh. Dus dan ben je gewoon 55 euro kwijt, plus 9 euro administratiekosten tegenwoordig voor het CHIB. Dus ben je 64 euro kwijt. Nou, dat valt toch ook wel mee. Want ik weet niet... Voor 5 kilometer te hard. Nou, ik heb zelf wel zulke boetes gehad en dan was het iets van 15 euro of zo. En dat viel dus eigenlijk wel mee. Toen had ik dus 108 gereden op een plek waar je 100 mocht. Ja. Dus dat is 8 kilometer te hard. En dan krijg je dus een boete van 15 of 20 euro of zo. Maar dat is wel tijd geleden, denk ik
Nou, dat is nog niet eens. Dat was 2 jaar geleden of zo, dat ik de laatste heb gekregen. Maar ze gaan echt wel, voor mij was echt 2 jaar geleden was 7 euro per kilometer bijvoorbeeld. En nu is het echt 11 euro per kilometer. Dus. Oké, maar dat is steeds geen 60 euro, toch? Nee, maar ik bedoel, dat 60 euro, als je 5 kilometer hard hebt, heb je 5 keer 11 euro. Hè, per kilometer is het 11 euro tegenwoordig. Weet je dat? Ja, en is 55 euro. En er komt dan 9 euro administratiekosten bij nu van het CEB. Dus dan ben je 64 euro kwijt voor 5 kilometer hard rijden. Oké, nou ja, volgens mij moeten we dat misschien nog even nachecken, want ik heb zelf met boetes heel andere ervaringen en ik heb wat dat betreft alleen nog zulke lage boetes gekregen van 20 euro of zo. Ja. Dus ik weet niet echt hoe hoog de boetes zijn, maar nou, boetes bijvoorbeeld zijn, rood licht, 240 euro. Ja, dat vind ik terecht. Dat vind ik echt terecht. Want boetes zijn bedoeld om te zorgen dat je dingen niet doet die anderen in gevaar kunnen brengen. Ja. En als je ziet wat er wel eens gebeurt, dat mensen nog net even door het rode licht rijden, terwijl de andere rij al aan het rijden is. Er ontstaan echt bizarre situaties. Mm-hmm. En ja, ik snap ook niet waarom het zo moeilijk is om je gewoon aan de verkeersregels te houden. Om gewoon je snelheid in de gaten te houden. Om te gewoon stoppen voor het rode licht. Ik bedoel, het is misschien 1 minuut tijdens wat je ermee wint als je dat niet doet. Mm-hmm. Maar wat is nou de moeite? Ja. Ik kan me dat wel voorstellen wat je zegt. Hè? Ja. Kijk, boetes bijvoorbeeld voor rood licht of bellen. Hè? Bellen vind ik ook echt levensgevaarlijk. Mm. Ik heb zelf wel eens boete gekregen trouwens voor bellen. Ja. Maar 2 keer trouwens. Maar, maar eigenlijk is het ook terecht. Moet ik eerlijk toegeven. Want het is gewoon echt levensgevaarlijk. Ik ben ook blij trouwens dat ze tegenwoordig, hè, kan je ook beboet worden als je op je telefoon, tenminste als je op je fiets zit. Ja. En je belt dan. Ja. Dan krijg je ook een boete. Wat ik echt nog meer terecht vind. Want ik vind het nog gevaarlijker trouwens op een fiets. Ja. Met mobiel in je handen. Omdat je natuurlijk je stuur moet vasthouden normaal gesproken. En bij een auto gaat het wel wat makkelijker met één hand, zeg maar. Precies. Dus ik vind het op zich heel erg, dat vind ik wel terecht. Maar qua boetes, qua snelheid denk ik wel van. Ja. Nou ja, dat vind ik wel te hoog. Want bijvoorbeeld in Duitsland. Mm-hmm. Ik heb toevallig, tenminste dat heb ik een paar weken geleden had ik gehoord. In ieder geval is een boete bijvoorbeeld voor 30 kilometer hard rijden bijvoorbeeld 30 euro. En hier is het 300 euro. Ja. Wat vind je daarvan? Dat verschil in EU-landen bijvoorbeeld. Nou ja, dat hangt er ook een beetje mee samen, denk ik. Dat het in Duitsland veel minder druk is op de weg. Want Nederland. Laat ik het zo zeggen, ik heb de afgelopen week was ik in Portugal. Ja. En daar heb ik dus ook op die snelweg gereden. En dat is gewoon echt relaxed. Je komt af en toe eens een autootje tegen. Maar voor de rest is het gewoon één lange, vlakke weg. En kun je gewoon lekker doorrijden zo hard als je wil. Ja. Maar in Nederland heb je dat natuurlijk niet. In Nederland is het echt op elkaar gepakt. Dus als je daar dus 30 kilometer hard rijdt, dan is de situatie die ontstaat veel gevaarlijker dan als er niemand op de weg is. En je rijdt dan 30 kilometer hard. Ja. Dus ik denk dat je dat ook dus in de context moet zien van hoe het wegennet in Nederland is. En dat is gewoon echt gruwelijk druk. En ook in de stad, als je in de stad rijdt, in Amsterdam of in Utrecht, daar komen de fietsers echt overal vandaan. En dat is ook gewoon echt één grote mierhoop. Ja, ja dus dan heb je gewoon echt die regels nodig om je aan te houden. Ja, ja. Ja, ik heb wel voortaan, maar ik vind snelheid boetes vind ik een beetje. Want er gaat helemaal nergens over. Als je echt. Ja. Hè, want als jij hier bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ik zie bij weggebruikers natuurlijk. Rij bijvoorbeeld 50 kilometer hard, je rijbewijs wordt ingevorderd. Nou, je hebt 500 zoveel euro boete, zeg maar 600 euro. Je krijgt ook nog een soort van toets erbij. Dat is een 3-daagse cursus moet volgen van 1000 euro. Het gaat natuurlijk echt op het laatst helemaal nergens meer over. Hè? Iedereen weet al van weet je, waarom al die dubbele straffen, zeg maar, bijvoorbeeld, hè? Want ik vind gewoon één straf is gewoon één straf en je krijgt een boete, klaar. Of je bent je rijbewijs kwijt van mij, maar waarom krijg je alles? Ja, nou, het is gewoon een beetje optelsom van dingen die je dan krijgt. Dus inderdaad, de boete, cursus en rijbewijs kwijt. En dat heeft gewoon verschillende doelen. Je rijbewijs kwijt is omdat je hebt laten zien dat je dus niet op de weg thuis hoort. Als je 50 kilometer hard rijdt, no offense, maar Dan weet je gewoon dat je de lul bent. Ja. Dan ben je gewoon echt klaar. Ja. En dan hoor je daar ook gewoon niet thuis. Want als je met 180 kilometer tegen een andere auto knalt, ja, dan is diegene voor je, die is gewoon dood. Hè? Die is gewoon geweest. En dan is het jouw schuld. En dan is het dus geen enkele manier waarop je dat ongedaan kunt maken. Dus
Het moet gewoon voorkomen worden. En ik, wat dat betreft, kijk over die kleine bedragen kun je nog wat twisten, maar ja, over die grote bedragen, daar is wat mij betreft ook echt geen discussie over mogelijk. Dat moet gewoon echt afschrikwekkend zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk wel dat we het over eens zijn inderdaad. Ik vind zelf alleen de qua snelheidboetes mag het wel wat lager, vind ik. Ik vind die verhouding mis, snap je? Ik vind bijvoorbeeld, ik zal zo zeggen, ik vind 25 km per uur harder rijden op een snelweg minder erg dan bijvoorbeeld met je mobiel in je handen. Oeh, ja. Want dat is de verhouding, hè? Dat is de verhouding die je dan pakt, snap je? Ik denk dat je de mobiel in je handen een beetje moet vergelijken met rijden onder invloed. Want je bent echt afgeleid. En je bent echt afgeleid. Merk zelf, hè? Zelfs als al heb je bijvoorbeeld een car kit. Ja. Je bent alsnog afgeleid, hoor. Ja, ja. En ik zag het wel eens een keertje bij een aflevering van Mythbusters. En dat is het programma Discovery, waarin ze dus bepaalde mythes, bepaalde fabeltjes die eronder gaan, die gaan ze dan testen. En die hadden dus een aflevering gemaakt waarin ze getest hadden wat nou schadelijker is en wat nou meer invloed heeft op je rijprestaties. Is dat je als je dronken bent of als je aan het telefoneren bent? En de conclusie daarvan was dat het, dat als je dronken bent en als je aan het telefoneren bent, dat het precies hetzelfde werkt op je reactievermogen. Ja. Snap je? Ja. Dus dat is gewoon net zo slecht. Ik geloof het meteen. Ja. Ik heb ook eens een keertje achter het aangehouden met alcohol. Dus 2009. En terecht. Ja toch? Ja, nee. Dat €500 boete. Ja, nou ja, dat is een toen de tijd, hè? Dus maar het was al terecht. Ja. Dat moet ik eerlijk toegeven. Het is gewoon stom als je het doet. Niet doen, niet met alcohol en gewoon normaal aan het verkeer houden. Nou, ik denk dat we wel mee zijn. We gaan dan lekker over naar de volgende stelling. Stelling 2. Oké, de volgende stelling van Reptilian Army. Ik moet even kijken hoe ik dat kia zo nog. Maar Turkije mag geen lid worden van de Europese Unie. Oh. Tussen haakjes, ben zelf Turks. Dus een nee zou goed worden opgevallen. Zij is zelf Turks, zegt hij. Oké. En hij vindt zelf dat Turkije... dat hoeft natuurlijk niet per se, want het is een stelling natuurlijk. Maar ja. Ik ga ervan uit dat hij zelf vindt van, nou ja, Turkije hoeft niet per se bij de EU te komen. Nou, sowieso weet ik dat niet. Dan gaan we politiek correct proberen te zijn, toch? Ja, laten we dan beginnen met dat wij en de Turken natuurlijk hartstikke leuke mensen vinden. Oh, en zeker dat Turkije een hartstikke mooi land is, waar altijd de zon schijnt, behalve als hij niet schijnt. Dan hebben we dat ons een beetje ingedikt, hè? Ja, maar... Ja. Lid worden van de Europese Unie. Ja, dat is inderdaad sowieso. Als ik kijk naar hoe het op dit moment aan toe gaat in dat land en wat wij dus via de media binnenkrijgen. En of dat correct is allemaal, dat weet ik niet. Maar op dit moment de nieuwsberichten die ik hoor uit Turkije met mensenrechten en met persvrijheid en dat soort dingen. Dan heb ik echt het gevoel dat de waarden van Turkije en van de Europese Unie nog te ver uit elkaar liggen om dat nu te doen. Ja. Dit moment zou ik echt zeggen van, nou, de tijd is nog niet rijp. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, maar ik heb het niet alleen met Turkije, als ik heel eerlijk ben. Ik heb het ook bijvoorbeeld met Oekraïne. Mm. Of Roemenië. Of Hongarije. Het zijn wel landen van de EU. Mm-hmm. Nou, volgens mij nog niet, toch? Oekraïne zeker niet. Nee, Oekraïne nog niet, maar dat hoort wel bij de EU, toch? Het hoort wel bij de EU, maar het is nog geen... Nou, volgens mij ook nog niet. Het enige wat er was, was dat er een handelsverdrag zou komen tussen Europa en de Oekraïne. Ja, het is een beetje onduidelijk. Ja, het zit in Europa. Ja, het hoort bij Europa. Er is geen Schengen-verdrag en zo en dat soort dingen. Hè? Voor de mensen die niet weten trouwens wat Schengen-verdrag is. Schengen-verdrag is gewoon een verdrag dat je gewoon ongelimiteerd van land naar land mag reizen. En mag onderling handelsdingen mag doen, toch? Ja, inderdaad. Zoiets is het in ieder geval. Ja. Maar in ieder geval, je hebt geen grenzen. Laat het zo zeggen. Ja toch, je hebt geen grenzen. Want wij kunnen gewoon Duitsland kunnen gewoon toe rijden zonder problemen. Dan kun je gewoon inrijden en je gaat er weer uit, klaar. Dat verdrag van Maastricht inderdaad. Ja, verdrag van Maastricht, Schengen-verdrag. Noemen we dat toch? Dat soort dingen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Oké. Vroeger was het makkelijker, want je hebt tegenwoordig nu allemaal verdragen in een verdrag, zeg maar. Ja, de ene zit wel bijvoorbeeld dat je grenzen over mag gaan, maar die hebben bijvoorbeeld geen euro, hè? Dat kan ook nog zijn. Maar in ieder geval, sowieso moet je de vraag stellen of dat Turkije wel lid wil worden van de EU. Ja, het probleem is gewoon ook wel, vind ik, gewoon dat gewoon bijvoorbeeld gewoon... qua werk en zo, hè? Als je dan zo'n landen gaat toelaten, en dan
Ja, we zitten economisch is het nog lang niet goed. Iedereen denkt, dat gaat wel beter en zo. Ja, we voeren wat meer uit en we staan weer in de plus met de economie. Maar dat zegt helemaal niks over werkgelegenheid en zo. Klopt. Dat is het landen. De looninkomsten daar, die zijn echt gewoon echt 10% van wat wij hier hebben. En als wij natuurlijk gewoon Turkse mensen in dienst moeten nemen. Dus ik heb geen bedrijf, maar ik bedoel wij als Nederland zijnde. Ja. Dan moeten we wel de volledige map gaan betalen. Dus die mensen gaan echt gewoon serieus gewoon proberen hier te werken. Wat logisch is natuurlijk, want hun willen ook beter leven in hun land. Ja. Maar ja. Ja. Dat gaat er niet worden, want dat kost ook weer ons weer werkgelegenheid. Dus ik vind het, Nee, dat is volgens mij nog een beetje speculeren of dat het echt zo zou gebeuren. Nou ja, ik mag aannemen dat als daar de lonen lager zijn en je kan hier meer geld verdienen. Nou ja, aan de andere kant, nogmaals, ik was vorige week in Portugal. Ja. En daar verdienen mensen bijvoorbeeld echt 400 of 500 euro per maand. Ja. En ik zie nog niet dat die Portugezen massaal naar Nederland komen of naar Duitsland om hier te gaan werken. Dus wat dat betreft weet ik niet of dat het automatisch een gevolg is. Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat je met als Europa gewoon een bepaalde norm afspreekt van hoe jij wilt dat met burgers omgegaan wordt. En hoe bijvoorbeeld met persvrijheid omgegaan wordt en met mensenrechten. En hoe de politiek werkt, weet je wel, echt gewoon een goed democratisch systeem. Ja. Dat zijn echt wel de minimale voorwaarden om dit te kunnen worden. Ja. Ja, en op dit moment zit Turkije daar volgens mij nog te ver vandaan. Ja. En als ze op een gegeven moment op dat niveau komen, dat ze echt zeggen, we passen ons wat meer aan Europa inderdaad. Dus we gaan wat meer leven volgens die Europese normen en waarden. Ja, dan kunnen we er zeker nog eens een keertje kijken of dat het inderdaad een toetreding zou kunnen worden. Maar dat duurt volgens mij nog echt wel vele jaren. Ja. Ja. Ja, ik denk het ook. Ja. Ik inderdaad ook met de rechten van vrouwen en zo. Dat is, het is wel een beetje lastig natuurlijk. En het is logisch ook, want je zit daar ook met geloof gewoon. Ja. Toch, in dat land. En, aan de andere kant is het volgens mij wel zo dat in Turkije kerk en staat echt wel gescheiden zijn. Dus dat het is bijvoorbeeld geen Saudi-Arabië of Iran of zo. Dus ik denk niet dat het een heel erg factor is. Ja, want als je in dat soort landen, ik zeg wel eens, een kerk gaat neerzetten, die gaat niet lang staan. Eerlijk is eerlijk, ja toch? Ik weet niet of dat de kerken in Turkije zijn. Nee, maar ik bedoel in Saoedi-Arabië en dat soort landen. Oh ja. Echt, volledig islamitisch. Ja, islamitisch geloof trouwens. Want ik ben heel politiek correct in zijn. Maar ik bedoel, weet je, in dat soort landen kan je gewoon geen kerk plaatsen. Zeg ik altijd. Nee, die blijven gewoon niet staan daar. Nee, daar zijn ze te gelovig voor. Zeg maar. Ja, kijk, maar dat zijn echt landen waar ik dus het geloof als het ware het alledaagse leven bepaalt. Ja. En dat zie je helemaal tot het extreem gedreven in de gebieden van de Islamitische Staat. En dat is gewoon beangstigend op een gegeven moment. Ja. Dat mensen wetten van 2000 jaar terug echt zo letterlijk gaan nemen. Ja. Dat ze mensen echt doodmaken voor de meest kleine vergrijpen. Nou ja, dat moeten we sowieso niet willen. Maar ik denk, Turkije is daar niet echt een... Nee, Turkije, het is een beetje... Het is wel richting... Het is verwesterd. Zoals ik zeggen, dat wel. Maar er zijn dingen dat ik denk van, weet je, dat moet nog wel een beetje. Mm-hmm. Ja. En nogmaals, ik ben ook in Europa algemeen ben ik gewoon met lid worden. Het probleem is wel dat al die de kosten, alles, de lonen, alles moet een beetje richting elkaar gaan groeien. Anders krijg je echt wel problemen, denk ik, met werkgelegenheid in sommige landen. Ja, ik denk zelf, of je moet het gewoon niet doen. Dat je zegt, oké, iedereen gaat weer slechts zijn eigen ding doen. Of je moet zeggen van, je maakt een soort Verenigde Staat van Europa van. Ja. Je gewoon echt zegt van we gaan het allemaal centraal aanpakken. En elk land wordt als het ware een staat in Europa. En daar zitten dan wel verschillen tussen. En elk staat, elk land heeft dan wel zijn eigen dingetjes. Ja. Maar wat je ook in Amerika hebt natuurlijk. Ja, inderdaad. En dat gaat volgens mij best wel goed in Amerika. Ja. En er zijn natuurlijk nog in Amerika wel heel veel onzinnige regeltjes. En ook dingen die niet goed gaan. Ja. Maar het is wel duidelijk, als je bijvoorbeeld naar New York gaat of naar San Francisco of naar Texas of waar dan ook in Amerika, dat je verzekerd bent van je basisrechten. En daar gaat het om. Ja, helemaal mee eens. Mooi, dan zijn we het weer met elkaar eens. We zitten op één lijn. We zitten op één lijn, yes. Ja. Nou, dan gaan we over naar de laatste stelling. Stelling 3. En de laatste stelling van Renan Haanstra. Stelling, consoles zijn te duur. Die Renan hadden we net toch ook al gezien?
Ja, voor mij wel. Ja, die was ook van de eerste stelling. Heeft die goede stelling achtergelaten. Wauw, Renan, je bent de baas. Ja, trouwens voor de mensen die kijken, laat wel een leuke stelling achter. Hè. We hebben echt stellingen nodig. Stelling is altijd een moeilijke serie. Zeker. Q&A is makkelijker dan een stellingsserie. Maar stelling, consoles zijn te duur. Ja. Heb jij console trouwens? Dat is een goede vraag. Ik heb een PlayStation 4 en ik moet zeggen dat ik die niet heel erg duur vond. Die was €300, 350. Ja, voor mij, ik heb een PlayStation €300, ik heb een Xbox ook ongeveer €300, laat zeggen. Wauw, ja. One. Nog een 360 heb ik, ja. PlayStation 3 gehad, ik heb al die consoles gehad. Ja. Maar consoles zijn te duur. Nou ja, €300, 300, nou laat zeggen dat die als het nieuw uit is, €450 kost. Ja. He, zullen we dat van die prijs uitgaan? Hè? Later wordt het natuurlijk altijd alles goedkoper. Maar als een nieuwe console uitkomt, €450. Vind je dat duur? Nou, volgens mij waren ze vroeger juist duurder. Als ik kijk naar de allereerste PlayStation toen die uitkwam. Of de allereerste, wat was het weer van Sega? De Saturn? Heb je dat nog wel eens meegemaakt? Ja, dat heb ik ook nog gehad vroeger. Oh. In 1990 of zo, 95. Nou, volgens mij iets van 96. Maar die werd toen in de markt gezet voor €1200 gulden destijds. Dat was echt veel. Dus ja? €550 is dat ongeveer. Ja, dus dat was veel duurder dan wat het nu is. Ja. En tegenwoordig is het volgens mij juist goedkoper aan het worden, die consoles. Ja, techniek is trouwens ook natuurlijk goedkoper om te maken tegenwoordig. Ja. Vroeger was een tv ook duurder dan nu. Ja, dus wat dat betreft, ik denk, ook als je een console vergelijkt met een PC. Ja. Kijk, PC's betaal je voor een echte game-PC, nou, makkelijk €1000. Ja, ik denk wel meer nog zelfs, als je een beetje, een beetje mooi scherm erbij neemt, toch? Ja, Je moet ook je gear goed hebben, je muis, toetsenbord. Hè, dat kost ook tegenwoordig veel geld, hè, als je een beetje goede neemt. Nou, je hebt wel een beetje PC nodig. Dus, nou, zeg maar de PC zonder randapparatuur, €800, €900. Ja, daar zit je makkelijk aan. Ja, kijk, en dan heb je misschien wel iets betere kwaliteit dan bij consoles. Want PC's zijn toch over het algemeen iets krachtiger. Ja. Maar bij consoles is het zo, je gooit er een game in. Ja, dat zeg je ook altijd. Doet het. Ja. En dat ik hoef nooit, tegenwoordig trouwens moet je wel installeren. Hè? Dat is niet helemaal waar. Maar oké, laat zeggen dat je in principe gewoon, als je hem één keer gewoon even je pre-install, je update, je download, wat je krijgt op PSN of op Xbox Live. Dan doe je de CD erin en hij start gewoon lekker op. En bij PC heb je altijd zoiets van, weet je, later wordt je PC weer wat trager, moet je weer opnieuw installeren. Moet je weer een betere videokaart hebben, omdat er weer geüpgrade is naar, weet ik, DirectX versie, weet ik veel. Dat soort dingen. En dat vind ik zo... Echt een gezeik. Kut aan, zeg maar, zou ik zeggen, aan een PC. Terwijl je natuurlijk wel, met een PC kun je ook natuurlijk veel meer. Hè? Dat is natuurlijk uiteraard. Maar goed, als je echt een gamer bent, je wil echt gamen, dan denk ik dat je dat toch lekker op een console kunt doen. En ik doe het lekker ook. Ik heb best wel een heel goede Mac en daar kan ik ook best wel games spelen. Maar ik vind het gewoon lekker om op de bank te hangen met PS4-controller en gewoon lekker GTA te spelen. Dat is gewoon echt mijn ontspanning. Ja. Ja. Je speelt GTA op PS4? Of? Ja, onder andere Assassin's Creed, FIFA speel ik nog wel eens, Battlefield. Gewoon een beetje... Dat had ik niet verwacht achter jou. ik ben meer een casual gamer, laat ik zo zeggen. Want ik vind het gewoon leuk om gewoon even een half uurtje of een uurtje lekker even te knallen of zo. Lekker even wat energie kwijt, lekker wat frustratie kwijt. Dus... kijk, dat is gewoon wel tof. Ja, maar dat bedoel ik dus ook inderdaad. Wat jij nu zegt. Kijk, ik heb meestal... Kijk, nu YouTube natuurlijk, zit je er meer achter. Uiteraard, game dingen en je PC. Maar ik bedoel, als je even een uurtje wil gamen. Ja. En vroeger ging ik op mijn PC en dan kreeg ik weer een blauw scherm. En dan was ik al klaar. Nee, dat zet je niet meer uit. Je komt morgen wel. Zo, en tegenwoordig, gewoon een console. Je doet gewoon die CD erin. Hij start lekker op en klaar is Kees. En als zo'n ding kapot gaat... Dan betaal je weer €300 nu, voor een nieuwe. En dan heb je weer een nieuwe, heb je weer een verse. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk denk ik dat het wel eens kunnen zijn dat consoles niet te duur zijn. Maar als ik dan meteen de stelling 3B mag poseren. Ja, dat is zo door. Zijn console games te duur? Ja, die heb ik al een keertje gehad eigenlijk. Oh, zijn die al? Ja, die hebben we een stelling gehad. En dat vind ik dus ook... Dat is niet erg. Okay. Maar kijk, want console games zijn duurder dan bijvoorbeeld PC games. Hè? Zeker. Algemeen. Het scheelt ongeveer €20, denk ik. Ja. Toch? €20. Maar, moet je je voorstellen wat je uitgeeft als je ergens naartoe gaat? Gewoon een dagje pretpark. Ik zeg maar wat. En dan betaal je ook €45, snap je? En voor een PC, voor een game, hoeveel uur je dan niet insteekt? En als je dat gaat relativeren door het bedrag. Hè, bedrag delen door het aantal uren wat je er plezier van hebt.
vind ik het helemaal niet zo duur, een game. En daarnaast, ik vind ook, ja, ze zijn ook jaren mee bezig om een game te maken. Mm-hmm. Ja, dat moet betaald worden. Zo simpel is het. Ja, uiteraard. Het is alleen dat een beetje de tegenovergestelde trend is van consoles. De consoles worden juist goedkoper. Ja. En de games daarvoor, die worden juist duurder. En ook als je het PlayStation abonnement dat je erbij hebt, voor als je wilt multiplayer, dan heb je ook een PlayStation Plus abonnement nodig. Ja. En downloadable content heb je tegenwoordig dat je erbij moet downloaden. Okay. En, ja. Dus, en allemaal unlockables die je moet kopen. Dus uiteindelijk, zeker voor een casual gamer zoals ik, die gewoon echt alleen maar een uurtje speelt her en der. Ik heb eigenlijk de laatste tijd geen nieuwe games meer gekocht. Juist omdat ik mezelf afvraag of dat ik nog echt wel waarde uit krijg. Ja. Omdat ik het echt maar een paar uurtjes speel en dan heb je het alweer gehad. Ja. Dus dan, misschien voor een YouTuber die echt games uploadt, natuurlijk is het misschien wat makkelijker zoals ik. Hè? Ja, dat gebruik je toch wel. En trouwens, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geluk heb dat ik heel veel games gratis krijg. Yep. Ja, dan, okay. Dat scheelt ook natuurlijk. Hey, dan is het inderdaad makkelijk. Dan is het natuurlijk makkelijk. Maar wat je wel trouwens gelijk hebt over games duurder worden, inderdaad DLC's, maar games zelf worden niet duurder, hè? Oké. Okay. Want die zijn eigenlijk ik denk 20 jaar net zo duur. Want vroeger toen kocht ik wel eens een Nintendo game, moest je 150 gulden voor betalen. Als je het om gaat rekenen is het €65. Ja, dus een game is eigenlijk net zo duur. Ja, oké. Okay. Ik ben even aan het denken. Volgens mij was Nintendo wel een van de duurste inderdaad, maar ja, gewoon de PC-game kostte destijds €50 of zo. Ja, maar ja, dus oké. 20, 30 euro. En nu 30 tot €40. Nou, volgens mij nu iets richting de 70, 80 euro heb ik ze al gezien. Ja, ja en, maar dat zal wel met allemaal season packs en dat weet ik wel zijn. Nou, dat is tegenwoordig steeds meer de norm uit worden. 60, 70, 80 euro. Oké, nou moeten mensen maar even achterlaten bij de comments, want ik ben absoluut geen PC-gamer. Geef je mening. Ik ben absoluut geen PC-gamer. Ja, ik heb StreamShare met iemand, dus dat gaat ook weer. Oh, oké. Okay. Ja, je moet jezelf toch makkelijk maken, inderdaad. Ja, daarom. Dus, helemaal gelijk in. Dus, maar consoles, ik vind het niet te duur. Nee. Oké, okay. Ik vind het ook niet te duur. Oké. Okay. Nou, zijn het weer mensen? Ja! Dat is wel wat, hè. Nou, ik zie we zijn er in ieder geval doorheen, denk ik, voor deze week. Ja. Over twee weken komt er natuurlijk weer een nieuwe stelling online. Ben je natuurlijk geïnteresseerd in de Geoffrey? Okay. Ja. Ben je geïnteresseerd in hem? En denk je van, hey, ik wil toch ook YouTuber worden en ik wil ook zijn tips leren. En misschien vind je het wel leuk om tips te kijken, dat kan ook natuurlijk. Abonneer natuurlijk even op zijn kanaal, TubeTotaal. En link hier in de beschrijving. Ik zal ze ook zijn Twitter even erbij zetten. Oh nee, zijn Twitter staat trouwens nu tegenwoordig, dat is door Alwin gemaakt. Die heeft een layout gemaakt, dus hij Twitter heel de tijd in beeld. Alwin, baas! Ja, dat is wel mooi. Onder je Facebook staat dan je Twitter. Dus dan kun je hem ook nog op Twitter volgen. Ja. Nou jongens, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet even te liken trouwens dus ook nog. En nieuwe stellingen achterlaten. En zeg ik dus zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye. Tot ziens.